Der Applaus ist geendet. Triple 7, Annick van Alphen. Zij mag op de derde schat op de plaats zitten. Voilà, Maurice Diel nog net niet terug met haar en nu heel klein vooraan klaar. Voilà, de bloemen op plaats 3, dus Annick van Alphen. Op een tweede plaats gestreden al zitten, levert de uitkomst voor Ico Krelan en aan de goed slot van het seizoen deze dames en heren, ook al uit Nederland, Malo Bakker op plaats 2. En ook feestjes vanuit Etias, Maurice en ook vooral niet natuurlijk op plaats 2, dus Malo Bakker. En last but not least. Ook al uit Nederland rijdend voor Triple 7. Na kopzijde is dit de tweede zege voor haar. Een zeer goed slot van het seizoen na een jammerlijk gebeuren daar met dat WK in Fayetteville wegens COVID. Maar hier wel alweer toe. Dames en heren, jullie applaus voor de nummer 1 bij de Rekkerwijk Ladies Cross, Annemarie Horst. Ja, zij waren met de hoogste schavotje en druffels geven aan de mede-rechters. Natuurlijk kloepelingen klaar voor haar dansleer. Voor jullie applaus voor de hoplaat 3, Annick van Alphen 2, Malo Bakker en winnares Annemarie Horst. En het zijn niet alleen bloemen, het is niet alleen dat Vlaanderen een super artsvat wat ze meekrijgen naar reis, maar ook de winnares krijgt traditioneel vanuit Rekkerwijk een fles champagne. Mevrouw van de Sompel gaat die fles champagne overhandigen aan onze winnares en natuurlijk ook de Etias Trophy. Voilà, alles vele prijzen handen kort. Als het ware met het goedkeurende oog vanuit de schepen hier, vanuit Malden, Stefan Heinrichs en Jason van Landschoot, mevrouw van de Sommel vanuit Rekkerwijk. Maurice natuurlijk, die staat altijd te blinken. Met een klein eentje, de XVO Speedy, de Xalan en Maurice op de podium van de snelste ronde vandaag in Maldigen. Gerealiseerd door Annemarie Horst in een tijd van 6 minuten 20 seconden.